Voorzitter, als er één onderwerp centraal is komen te staan deze periode bij de discussies hier bij JNV, dan is het ondermijning. De verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld, het constante gebeuk van de georganiseerde misdaad op onze samenleving. En we zijn helaas steeds opnieuw genoodzaakt geweest om de mensen te beschermen die in de frontlinie zijn komen te staan, waaronder burgemeesters, advocaten en families van kroongetuigen. Collega's spraken er net ook al over. En de aanpak van ondermijning is een enorme opgave. En daarbij gaat het deels om preventie, om het versterken van wijken, het verkleinen van de groep meelopers en het bieden van alternatieven aan kwetsbare jongeren. Maar ook om een effectievere opsporing en vervolging. Het vergaren en delen van informatie, internationale samenwerking en het pakken van criminelen waar het pijn doet. En als ik terugkijk op de debatten die we hebben gehad, dan zie ik dat er steeds plannen worden gepresenteerd en goede voornemens om het foute geld nu echt af te pakken. Maar het resultaat is nog steeds bedroevend. En als ik het goed begrijp, zijn er inmiddels ook veel meer banken die hun verantwoordelijkheid pakken en signalen aanbrengen aan het OM over waar mogelijk fout geld zit. Maar vervolgens worden deze signalen vaak niet opgepakt. En waar ligt dat aan, vraag ik de minister. Wat is nu nodig om een omslag te maken? Maar dan nu echt. Het OM, de politie en de rechtspraak die zijn cruciaal in het beschermen van onze rechtsstaat. Het is belangrijk voor hun slagkracht dat wij geen jojo-beleid voeren, maar langjarige continuïteit garanderen in visie en bekostiging. En de motie Rozemuller-Komsuis, die was aangenomen in de Eerste Kamer, heeft geleid tot een onderzoek over hoe we die continuïteit kunnen gaan realiseren. En kan de minister ervoor zorgen dat het onderzoek op tijd klaar is om een rol te spelen tijdens de volgende formatie? Voorzitter, ook voor mij is dit de laatste begrotingsbehandeling. En in de afgelopen jaren heb ik vaak aandacht gevraagd voor zaken die buitenproportioneel hard vrouwen raken. Verkrachtingen, stalking, culturele en religieuze praktijken die vrouwen klein houden. Ik heb het gehad over de golf aan bedreigingen en intimidaties die vooral vrouwen en mensen met een migratieachtergrond te verwerken krijgen wanneer zij zich roeren in het maatschappelijk debat op sociale media. En over partnermoord. Vandaag is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. En ik wil de minister vragen hoeveel vrouwen dit jaar zijn vermoord door hun partner of ex-partner. Want natuurlijk kunnen we er trots op zijn dat het totale aantal moorden in Nederland de afgelopen jaren is gedaald. Maar als ik het goed heb, is juist sprake van een stijging van het aantal vrouwelijke slachtoffers. En ook dat is ondermijnend in een rechtsstaat. En op deze dag wil ik de minister ook vragen zich uit te spreken over een relatief nieuw verschijnsel. Deep news. Deep nudes zijn foto's en video's die via kunstmatige intelligentie zo zijn gemanipuleerd dat het lijkt alsof iemand naakt is of seks heeft. En volgens onderzoek is het grootste deel van alle deepfakes pornografisch. En ze worden vervolgens vaak gedeeld of als video geüpload bij websites als Pornhub. En verschillende Nederlandse presentatrices zijn hier al het slachtoffer van geworden. En ongetwijfeld nog heel veel meer vrouwen die niet bekend zijn, maar wel een rancuneuze ex hebben. En we hebben in het buitenland gezien dat deep nudes ook worden ingezet om vrouwen monddood te maken en te vernederen. En zo zei een slachtoffer dat het voelde alsof duizenden haar naakt hadden gezien. Het voelde alsof haar lichaam niet meer van haar was. Hoe wordt hier nu tegen opgetreden? En ik denk dat het tijd is om hier regels op te maken. Moet het niet gewoon verboden worden, vraag ik de minister, om deep nudes te verspreiden als degene die erin figureert daarvoor geen toestemming heeft gegeven. En samen met het CDA overweeg ik een motie op dit onderwerp. Van slachtoffers van wraakporno en andere ellende begrijp ik dat het nog steeds ontzettend lastig is om beelden snel van internet verwijderd te krijgen. En dat ze vaak ook niet weten waar ze nu precies moeten aankloppen. En dat lees ik ook in een recent onderzoek van het WODC. En daarin wordt voorgesteld om een meldpunt in te richten waar mensen advies kunnen krijgen over de juiste route in hun specifieke situatie. En dat lijkt me eigenlijk een heel goed plan. Hoe ziet de minister dat? Voor het beschermen van onze privacy is natuurlijk ook een belangrijke rol weggelegd voor de autoriteit persoonsgegevens. In deze digitale tijd is het cruciaal, en niet alleen voor onze privacy, maar ook voor het realiseren van heel veel andere mensenrechten, waaronder gelijke behandeling en eerlijke verkiezingen, dat we leren heel zorgvuldig om te gaan met informatie. Dat datalekken worden aangepakt. Dat het verkopen van persoonsgegevens wordt begrensd. En daarvoor moeten we die autoriteit in positie brengen. En ik vind het voorstellen daarop van het kabinet echt ondermaats. En de voorzitter van de autoriteit zei het treffend. De achterstanden zijn zo groot dat het lachwekkend is.
En privacy is niet een dingetje van activisten. Het is van een steeds groter belang voor onze vrijheid, voor onze autonomie. En vandaar ons amendement, althans door de SP ingediend, voor extra financiering. Voorzitter, we hebben ook een amendement met betrekking tot kinderporno en kindersekstoerisme. Met de komst van het internet zien we een veel bredere verspreiding en ook nieuwe vormen van misbruik. Ik vind het moeilijk om het plenair hier zo droog te bespreken, maar ik wil wel duidelijk maken waar we het over hebben. Steeds vaker worden kinderen op bestelling voor de webcam misbruikt. Virtuele sekstoeristen hebben het kind zelf niet vast, maar ze hebben wel de regie in handen en bieden geld zodat anderen bepaalde handelingen verrichten. En zij kunnen toekijken via moeilijk traceerbare livestreams, kinderen zo jong als 3 jaar oud. Het aantal meldingen van online seksueel kindermisbruik is de laatste jaren exponentieel gegroeid van 3000 meldingen in 2014 tot meer dan 30.000 in 2018. Maar het aantal opsporingsambtenaren is al die jaren nagenoeg gelijk gebleven. En ik weet dat de onvrede daarover breed gedeeld wordt in deze Kamer. En misschien ook wel door de ministers. Maar toch zie ik die benodigde extra investering in menskracht en in nieuwe technologie niet terug in de begroting. En ik vraag de minister dit te herzien. Ook voor al die rechercheurs die namens ons het zware werk doen van online opsporing van kindermisbruik. De rechtsstaat zoals we die kennen in de fysieke wereld blijkt niet op dezelfde manier aanwezig in de wereld online. Er zijn nieuwe verschijningsvormen van misdrijven die we daarvoor niet kenden. Deep nudes, maar ook phishing, hacking, spoofing. Slachtoffers voelen zich zelfs vaak schuldig en dom omdat ze filmpjes hebben opgenomen of te gemakkelijk wachtwoorden hebben gebruikt en die doen geen aangifte. Het is vaak onduidelijk wie nu welke normen moet handhaven. Zijn het nou de techbedrijven of andere bedrijven? Is het de overheid? En zo ja, welke overheid in welk land dan? En er is ook simpelweg te weinig capaciteit om deze extra dimensie, die dus is toegevoegd, goed aan te kunnen. Want ja, de gewone dingen gaan ook gewoon door. En de agenten die ik spreek zitten al over hun oren in het werk. En ze geven al vaak het uiterste. En dat stelt ons voor een heel serieus probleem. Want als we er niet in slagen om de pakkans te verhogen voor cybergerelateerde misdaden, dan tast dit het vertrouwen in de overheid aan als regulerend orgaan. Dan rest wantrouwen en mogelijk eigenrichting. Los van andere zaken, zoals preventie en betere samenwerking tussen cyberteams, denk ik dat we de capaciteit van de politie op dit terrein moeten verhogen. En een deel van die capaciteit kan verkregen worden door de taken van de politie op andere terreinen te verlichten. En het meest evidente voorbeeld daarvan is ten aanzien van de zorg en begeleiding van mensen met verward gedrag. In 2018 heeft het schakelteam onder leiding van Onno Hoes een flink aantal voorstellen gedaan om te zorgen dat de politie hierin ontlast wordt. En dat de mensen die de juiste zorg krijgen van de juiste zorgverleners. Maar waarom loopt de opvolging van die aanbevelingen zo traag? En hoe kan het dat 2 weken geleden de minister en de staatssecretaris voor VWS nog aan de Kamer schreven dat ze de aard en de exacte omvang van het probleem nog in kaart brengen, want het was nog onvoldoende scherp in beeld. We moeten nu niet gaan studeren, maar zo langzamerhand echt zorgplekken gaan creëren. Want deze vertraging is schadelijk voor de mensen die de zorg nodig hebben. Voor de politiemensen die vaak voelen dat ze tekortschieten omdat ze niet weten waar ze iemand heen moeten brengen. En het is schadelijk voor de politiecapaciteit. Graag een reactie. Voorzitter, in het afgelopen jaar is de temperatuur in de Nederlandse samenleving flink opgelopen. De polarisatie neemt toe, nepnieuws floreert, demonstraties verharden, journalisten worden belaagd, er worden intimiderende huisbezoekjes afgelegd. En natuurlijk, confronterende discussies zijn gezond. Maar intimidaties vormen een aantasting van mensenrechten. En mijn fractie vindt het van groot belang dat dit effectiever wordt aangepakt, online en offline. Wat we zien is dat voor de beveiliging van politici en journalisten die onderdeel uitmaken van een instituut meer aandacht en zorg is gekomen. En dat is heel belangrijk en goed. Maar we horen ook, en ik begreep dat net collega Jezilge Segerius daar ook over had, wat wij ook horen is dat bijvoorbeeld directeuren van organisaties, van spraakmakende figuren in het maatschappelijk middenveld, van ZZP en de columnisten, wij horen dat zij deze begeleiding missen. Dat zij zich alleen voelen staan en vaak niet weten hoe zij nu om moeten gaan met die bedreigingen, waar ze heen kunnen. Sinds kort is het wel mogelijk om de Kamer van Koophandel over te halen om je contactgegevens niet te verkopen, maar het is heel erg moeilijk en heel vaak lukt dat niet.
En dat is gewoon niet oké. En ik vraag de minister om in kaart te brengen hoe we ook zulke mensen die actief zijn in het democratisch maatschappelijk debat beter kunnen beschermen. En ook ik zag wel wat in een voorstel wat net ook werd gedaan om een soort bijzondere eenheid in de politie daarvoor aan te stellen. En mijn vraag is of de minister daar ook iets voor ziet. De zaak die de NRC-columniste Clarice Carcaar had aangespannen nadat ze een hoop seksistische en racistische bagger over zich heen had gekregen, laat zien dat het Openbaar Ministerie wel een tandje mag bijzetten bij het aanpakken van online ellende. Want het was niet het OM, maar de vrienden van Carcaar die zich door 76.000 reacties op internet hebben heen geploegd en ervoor hebben gezorgd dat een aantal mensen zijn veroordeeld wegens discriminatie en opruiing. Hoe kijkt de minister nu aan tegen de rol van het OM? Dan, voorzitter, om je recht te halen, bijvoorbeeld in een civiele procedure, moet je wel toegang tot de rechten hebben. En die toegang wordt belemmerd als de procedures te complex of te duur zijn. En vandaar het amendement van de collega's van Nispe en mijn collega Van den Bergen voor het verlagen van de griffierechten voor de burgers en het MKB. En ik hoop, en ik heb goede hoop eigenlijk ook, op brede steun. Voor de toegang tot het recht is het ook belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft, wordt bijgestaan door een advocaat. En daarvoor moeten er dus voldoende sociale advocaten zijn. De minister voor Rechtsbescherming erkent dat sociale advocaten worden onderbetaald, maar hij heeft hun positie niet verbeterd. En steeds vaker hoor ik van mensen dat zij moeite hebben om een advocaat te vinden. En als er geen advocaat is, dan is er ook vaak geen zaak. En nu schreef de minister ons blij dat het aantal zaken waarin de overheid partij is afgenomen. Maar kan het ook zo zijn dat mensen simpelweg geen goede advocaat meer vinden en dat op deze wijze er ook minder zaken komen? Hoe zorgt de minister er nou voor dat hij goed in de gaten houdt of iedereen die ook op zoek is naar een advocaat daar ook makkelijk toegang tot heeft? Ten slotte heb ik twee vragen ten aanzien van nationale veiligheid. Mijn fractie blijft het onbegrijpelijk vinden dat we het Chinese bedrijf Huawei toestaan in belangrijke onderdelen van het 5G-netwerk in plaats van Europese bedrijven als bijvoorbeeld Ericsson of Nokia. Net zoals we het bizar vonden dat het Chinese Hytera nu onze C2000 apparatuur levert in plaats van KPN. Maar goed, ik wil niet alleen dwars liggen, maar vooral vooruitkijken. Het is nodig dat we als Nederland en Europa stimuleren dat vertrouwde Europese leveranciers tot de wereldwijde top horen en blijven horen. En dat vraagt wat GroenLinks betreft een langetermijn industriepolitiek waarin we investeringen in Europese technologie aanmoedigen. En is de minister bereid met zijn collega van EZK te bespreken hoe we het gebruik van Europese technologie door marktpartijen kunnen stimuleren, ook voor de veiling van de rest van 5G? En mijn tweede vraag aan de minister is of hij alsnog bereid is om de aanbeveling van de WRR op te volgen en een cyberafhankelijkheidsbeeld wil laten opstellen. In de afgelopen jaren zijn we voor onze vitale infrastructuur te zeer afhankelijk geworden van private partijen die bovendien in buitenlandse handen zijn. En het is voor onze nationale veiligheid belangrijk om die afhankelijkheid in kaart te hebben en grenzen te kunnen trekken. Te vaak is cybersecurity alleen een feestje voor de IT-afdelingen, maar het gaat om strategische overwegingen. Zouden we het bijvoorbeeld aanvaardbaar vinden als KPN Security in buitenlandse handen komt? Als nationale overheid hebben we nu geen goed beeld van hoe ketens in elkaar zitten en van welke partijen het functioneren van vitale processen in Nederland afhankelijk is. En samen met de VVD overweeg ik daarom een motie voor een cyberafhankelijkheidsbeeld om een scherper en completer beeld te krijgen van de digitale weerbaarheid van Nederland. Dank u wel. Dank u wel.